Hoe democratie werkt leer je pas echt door het te ervaren. Onderzoekers van de Radboud Universiteit ontwikkelen daarom het spel Demos, dat inzicht geeft in de werking van democratie. Om het spel in een grote oplage te kunnen maken, starten de bedenkers een crowdfundingactie. Vijf dagen later is 30% van het beoogde bedrag al binnen. We doen aan de Radboud Universiteit natuurlijk onderzoek naar de democratie. Wat is het? Hoe kan het beter? Hoe werkt het nou eigenlijk? Uh, dat soort dingen. Uh, en dit specifieke onderzoek ging over de vraag: wat, wat is democratie? En, en dan vooral de bijzonderheid dat democratie iets is wat zelf democratisch besloten wordt. Nou, als je het speelt, dan is het eerst en vooral leuk. Dus je speelt het in een klas of uh, thuis aan de keukentafel. En dan is het eerst en vooral leuk. En je. je uh, de spelregels zijn een beetje gemodelleerd naar de echte democratische spelregels. En zo leer je een beetje wat eigenlijk de grondgedachte van democratie is. Het spel werkt als volgt. Je krijgt allemaal een kaartje, daar staat op wie je bent. Dat is een beroep en een achtergrond. En ook een set voorkeuren. Je vindt bijvoorbeeld milieu belangrijk of de economie of veiligheid of zorg. En die voorkeuren die komen met, uh, overeen met de voorkeuren die op voorstelkaarten staan en dat zijn kaarten die de minister-president iedere keer, iedere ronde uh, aan het publiek presenteert uh, en dan eigenlijk de vraag voorlegt, moeten we dat aannemen of moeten we dat niet aannemen? Uh, we beginnen met een crowdfunding actie omdat we nou het prototype wat we hebben gemaakt, uh, dat willen we omzetten in een echte versie die ook echt door mensen gespeeld gaat, gespeeld gaat worden. En de drukkosten daarvan die zijn, uh, die zijn vrij groot. Dus dan zoeken we eigenlijk in het, bij het publiek: zoeken we een bijdrage?